Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien aan de titel hebben we vandaag voor jullie een Wish shoplog. Ja, dit is de eerste keer dat wij iets bij Wish hebben besteld, dus het is ook meteen een beetje een eerste indruk. En we zijn door Wish gecontacteerd om hier een video over te maken en te lekker te gaan shoppen. En we hebben in deze video heel veel verschillende soorten producten. Ja, heel erg van alles en nog wat. Sommige items zijn ook best wel wat duurder en ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan uitpakt, hoe tof het is. Dus we gaan ook alles meteen testen in deze video. Dus ik kan niet wachten. Dus laten we beginnen. Nou, allereerst heb ik hier yogablokken. Zoals jullie weten doen Larissa en ik wel eens aan yoga. Maar ik heb besloten dat ik in het jaar 2020, nou ik weet niet of het in een jaar gaat gebeuren. Maar in ieder geval, ik wil de spagaat leren. Maar ik ben niet zo heel erg lenig en dan komen blokken wel heel erg van pas. Want dan kan je een beetje wat meer hoogte creëren. Nou, dit zijn dus blokken van schuim. Je hebt diverse kleuren, maar ik vond de grijze wel heel erg fijn. Deze zijn ook lekker zacht, dus dat is ook wel fijn voor als je een keertje wil stretchen en je wilt die blokken in je rug leggen. Oké, nou ik heb net mijn stretches gedaan voor de split, dus ik ben nu in ieder geval warm. Dan kan ik nu laten zien waar ik die blokken soms bij kan gebruiken. Als ik nu een poging doe tot split, nou ik kom nog niet zo laag, dan kan ik nu mijn armen op de blokken leunen en dan kan ik iets comfortabeler zo erin blijven terwijl ik door blijf ademen en hoop dat alles goed komt. Zo, en dan kan ik langzaam steeds verder zakken. Dan kan ik hem misschien op een gegeven moment zo kantelen, totdat ik helemaal daar kom. Maar als ik dat nu doe, zonder die blokken, dan sta ik helemaal krom. En dat is gewoon niet echt handig. Dus voor mij is het nu nog even hoog. Zo. Dus ja, ze voelen goed aan. Ze zijn lekker zacht. En het zijn eigenlijk gewoon de blokken die ik gewend ben. Dus ze zijn top. Het volgende item heb ik op dit moment nog in de doos zitten. Dit is namelijk een wasmachine opbergrek. En het leuke vond ik aan Wish is dat ik... Ja. En dit is dus een rek dat je over je wasmachine kan installeren. Zodat je wat meer de hoogte in werkt met het opbergen van spulletjes. Wat trouwens ook leuk is om te weten is dat ik deze heb besteld via de Express Verzending. En als je op Wish bestelt, kan je gewoon kiezen uit de normale verzending, de express verzending of de pick-up point. En dan de express verzending is gewoon heel erg snel, zoals de naam al zegt. Dus ik had deze besteld en hij was er binnen 2 of 3 dagen al. Dus dat is echt heel gewoon snel. Max snel. De pick-up point houdt in dat er verschillende punten in Nederland zijn waarbij je dan je item zelf kunt gaan ophalen. Vaak ook nog dezelfde dag, dus dat hangt er een beetje af van welk product naar welke plek. Er zijn gewoon opties om gewoon super snel je producten binnen te hebben. En dat is ook wel gewoon heel erg leuk. Nou, dit is mijn badkamer. Schrik niet. Het is best wel rommelig, zoals je kan zien. Dit is ook een huurhuis, dus ik wil geen planken hier gaan lopen installeren. En dat ik die... Ja, dat mag niet. Dus vandaar denk ik dat dit wel een hele goede oplossing is voor huurhuis. Nou, dan hebben we hier het pakket liggen. Het lijkt gewoon eigenlijk een soort van IKEA pakket. Dus dit is wel haalbaar. Het valt alleen niet te lezen, dus we moeten heel goed plaatjes kijken. Nou, hij staat inmiddels achter de wasmachine. Tada! Even indelen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan staat. Ziet er goed uit wel, toch? Ja, en hij zit... Kijk, hij beweegt een klein beetje, want... er zitten van die dingetjes bij, zodat je de achterkant tegen je wand aan kan plakken. En dan beweegt hij niet meer. Maar vanwege dit hoekje daar, kan hij niet dicht genoeg tegen de achterwand aanstaan. Dus dat is gewoon nu even werken met wat we hebben. Zo, en dan is dit het eindresultaat geworden. En het ziet er echt heel erg netjes uit. Ik heb nog echt superveel opbergplekjes, zoals je kan zien. Ik vind hem wel echt helemaal top zo. Dan heb ik hier nog 2 telefoonketjes die mij wel heel erg handig leken. Die ook gewoon heel erg handig zijn. Want Larissa die heeft ze al, maar ik had het nog niet. En ik vind het wel heel erg handig om zoiets ook thuis te hebben. De eerste is bijvoorbeeld de wireless selfie stick. Dat is een selfie stick op een tripod. En die heeft ook nog eens een afstandsbediening. Zodat je zelf foto's op afstand kunt maken. Video's. Je kunt dus je telefoon er zo in doen. En dan kan je hem zo draaien en dan zit hij er zo recht in. En omdat hij dus zo mega compact is, is hij handig om mee te nemen voor op reis. En deze is ook wel heel erg handig. Dit is dus gewoon zo'n dingetje die je op je tripod draait. We hebben bijvoorbeeld nu onze camera op een tripod staan. En dan kan je echt gewoon lekker de hoogte in. Nou, dit is het statief die wij al thuis hadden staan. En er zit altijd zo'n dingetje in waar je dan je camera op bevestigt. Of in dit geval de houder. Dan klik je deze weer in je tripod.
En that's it. En dan kan hier je telefoon in. En dan kan je met deze dingetjes verstellen. Ik heb hier de telefoon erin gedaan. Die draai je dan vast. En dan staat hij gewoon super stevig. En als je dan wil filmen, dan zit dat ding een stuk hoger. Want je kan dit statief natuurlijk nog hoger zetten. En je kunt deze dus draaien. Nou, dan hebben we hier de selfie stick op de tripod. Deze is dus heel makkelijk. Hij is dus zo lang. Dus je moet hem wel even op een tafeltje zetten als je staand iets wil op de foto wil zetten of wil filmen. Ik heb zet hem hier neer. Er zit dus hier dit afstandsbedieningetje. Die heb ik hier vandaan gehaald. Dus dat is echt super mooi en klein en compact. En als je deze ingedrukt houdt, dan kan je hem connecten met je Bluetooth op je telefoon. En dan zou ik dus nu een foto van mezelf kunnen maken. Dus ik ga even kijken. Komt-ie. Nou ja, het is niet Instagram waardig, maar wel een gezellige foto. En het is gewoon chill dat je dus foto's voor jezelf kan maken met iets meer afstand. Want een selfie is altijd wel dichtbij, dan heb je ook weer je armen. Dus ja, het is wel super nice. Nou, het volgende product heeft ook nog met een camera te maken. Want we hebben hier een camera video stabilizer. En dat is eigenlijk dus een product waar je je camera op kan zetten. En dan kan je dus meer soepele beelden creëren. Bewegen, ja. Ik was er heel erg excited over. Larissa is nog een klein beetje sceptisch. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar hoe het werkt. En of het allemaal zo handig is als dat ik denk dat het is. Nou, we hebben hem heel eventjes in elkaar geschroefd zoals u eruit ziet op het plaatje. Maar hoe het verder werkt, gaan we nog eventjes een tutorial van uitzoeken en dan testen. Zo, ik heb hier de stabilisator en ik heb hier een tutorial. Want dat vind ik wel extra makkelijk als iemand met ervaring eigenlijk laat weten hoe iets werkt. En ik moet nu een positie kiezen om de camera erop te zetten. Dus je kan hier dus, zoals je ziet, schuiven. Oké, Larissa en ik zijn al een tijdje bezig geweest met deze stabilizer. Om eigenlijk een beetje uit te zoeken hoe het nou het beste werkt. Ik denk dat onze camera een beetje te zwaar is. En we komen er gewoon eigenlijk eventjes op dit moment niet uit. Dus daar gaan we eventjes een andere keer rustig voor zitten. Maar we hebben heel wat video's gezien dat het dus wel zou moeten werken. Dus misschien in de toekomst. Volgende item dat ik heb besteld is deze gadget en het is een Apple Watch houder. En deze gebruik je om je Apple Watch mee op te laden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze werkt en of ik dit fijner vind. Zo, ik zit hier nu naast mijn bed, want hier heb ik mijn nachtkastje en hier laat ik altijd mijn Apple Watch op. Kabel en dan ligt hij gewoon zo. Ik denk dat hij dan zo hier er doorheen moet. Hier heb ik hem dus nu er doorheen en volgens mij moet ik hem hier nu beneden doen. Kijk, dan kan de kabel heel mooi in weggewerkt worden. Dan wiebelt hij dus ook niet op de kabel. Zo, dus ik heb hem nu hier erin gezet. En wat ik wel heel mooi vind is dat hij ook gewoon heel goed blijft staan. Ik had hiervoor dat mijn kabel wel eens erachterdoor viel. Zo, en dan... Yay! Misschien even de andere kant. Misschien net iets mooier. Love it! Oh, dit is echt super mooi. Gelijk gaat het scherm van het horloge ook draaien. Nou, dit ziet er wel heel netjes uit zo. Geslaagd! Nou, naar het volgende item was ik echt ontzettend benieuwd. En dat is namelijk een LED-projector. Dus hiermee kan je gewoon je eigen thuisbioscoop creëren. Tenminste, dat is wel het doel. Ja. En je hebt echt superveel projectors te koop. Heel veel dingen om uit te kiezen. Dus ik heb echt best wel veel reviews gelezen, opties afgewogen. En ik had het idee dat dit toch wel een van de betere was. Nou, zo ziet hij eruit uit de verpakking. Het is dus best wel een compacte projector. Hij is ook niet zo heel erg zwaar. Dan hebben we hier nog wat kabeltjes. Dit is dus ook een Europese stekker. Een afstandsbediening. Bij zo'n projector is het dan ook wel handig om het ergens op te projecteren. Dus dat is het volgende item. En dat is een projectordoek. Dit kunnen we ook straks net iets beter laten zien. Maar dit is zo'n doek die wit is. En dan heeft hij hier allemaal van die gaatjes. En ik heb een lekker groot maatje gekozen. En dan kan je hem dus heel makkelijk ophangen. Zo, we zijn bij Tara thuis. En we zijn net aan de slag gegaan. Nou, het doek is dus van best wel glad materiaal. En wat super fijn is, is dat het dus niet kreukt. Ik had eigenlijk, toen ik het pakket opende, had ik even een moment dat ik dacht... Had ik niet gewoon een laken kunnen gebruiken. Dat kan waarschijnlijk ook. We hebben hem bevestigd met de haakjes die erbij zaten. Dan moeten we eventjes voor naar de andere kant. We hebben dus met de plastic haakjes, die hebben we gewoon op de muur bevestigd. Je kan heel makkelijk zo het doek eraf halen en erop doen. Dus dit ziet er wel echt uit als een thuisbioscoop, vind ik. Dus nu hopen we dat de projector het ook gewoon goed doet. Zo, we hebben hem aangezet. En bovenop heb je een draaiwieltje en dan kan je... de tekst mee gaan scherpstellen. Dus ik vind de scherpte tot nu toe prima voor dit. We hebben het nog niet getest verder. En je hoort nu wel natuurlijk het geluid. Want zo'n projector die moet zichzelf ook koelen.
En ik had al in de reviews gezien dat er best wel wat geluid vanaf komt. Ik heb nu geconnect met Netflix als het goed is. Okay. Hoi, kijk! Ja. We hebben de Chromecast van mijn televisie, die hebben we in dat ding gestopt. Want deze werkt dus niet op wifi, maar dus je kan dus ook je Chromecast in doen. En dan kan je dus nu als het goed is Netflix afspelen. Ik ga heel even iets opzetten. Oh, dat is best wel scherp, toch? Ja. Nou, dat is niet verkeerd. En er komt dus geluid uit de projector. Maar dat geluid is niet top, maar die kan je ook weer aansluiten op een audio ding. Oké, okay, nou, we hebben inmiddels uitgezocht hoe we dat kunnen gaan doen met de audio. Op dit moment nog even één grote ravage, maar hier komt wel echt heel erg fijn geluid uit. Die hebben we dus ingeplucht in de projector. Dus nu komt er gewoon super goede audio uit. Ik heb nu even alle lampen uitgedaan en kan je nu laten zien hoe scherp het is. Dus ja, de kleuren zijn goed. Het is echt gewoon behoorlijk scherp. Oh, wat is er? Oh nee! Dat meen je niet. Is die los? Het haakje. Dat was ook wel echt timing, hè? Oké, we hebben nu het haakje iets opgeschoven. Hij plakt nog steeds, maar hij zat gewoon net iets te strak gespannen. Maar dat zag je ook wel aan de doek. Dus het is weer goed. Ze staat daarachter. Is alles weer goed? Volgens mij wel. Zo, nou, we zijn nu een dag later, dus ik kan een wat uitgebreider review geven van de projector. Ten eerste het geluid. In eerste instantie dacht ik dat het wel meeviel, maar gedurende de avond en tijdens de stille stukken van de serie had ik toch wel een klein beetje last van het geluid, wat best wel lijkt op een stofzuiger. Nu moet ik zeggen dat ik mijn projector wel op de schouw naast me had neergezet, dus die zit echt wel naast mijn hoofd. Dus het ligt ook wel een beetje aan waar je hem plaatst in je huis, in hoeverre je daar echt last van hebt, maar weet dus wel dat je dat dus hoort. Verder de scherpte. Het is dus geen HD, maar ik vond hem best wel scherp. Ik kon wel bij de ondertiteling bijvoorbeeld wat pixels zien. En vooral bij een tekenfilm kon ik heel duidelijk wel wat pixels zien. Maar verder vond ik het dus eigenlijk best wel prima. Larissa vond het ook best wel prima. Mijn vriend die was iets meer kritisch. Dus je moet maar jezelf even kijken. Je hebt het gezien hier op beeld hoe scherp het was. En ik weet niet hoe kritisch je zelf bent wat betreft die scherpte. Maar ik vond het voor een projector gewoon best wel prima kwaliteit. Zeker voor die prijs, want 100 euro in totaal ongeveer is echt niet veel voor een projector. En verder, ja, ik vond het wel heel makkelijk in gebruik. De Chromecast kon ik er gewoon zo inpluggen. Met een AUX-kabel kan je dus nog een Bluetooth-box bijvoorbeeld eraan connecten. Dan heb je goed geluid. Het is wel echt een must. Want zonder een boxje komt er niet echt heel prettig geluid uit die projector. En daarmee ben je dus gewoon helemaal klaar en heb je een soort van thuisbioscoop. Dus dat is wel top. Dus ja, prijs-kwaliteitsverhouding is wat mij betreft helemaal top. En als je al deze dingen doet en daar rekening mee houdt, dan weet je een beetje waar je aan toe bent. Het volgende item is voor in mijn interieur. En ik heb hem hier in mijn hand. Het is namelijk een superleuk setje met 3 van deze glazen bolletjes. En ik vond het wel heel erg schattig uitzien. En ik dacht heel erg handig om stekjes in te bewaren en om ze lekker op water te zetten. Nou, dit zit er allemaal in het pakket. En dan hier de schroefjes en hout. En dit stangetje. Kijk, dit is wel echt heel schattig. Heb je een soort van je eigen plantenstekstation? All we need is some water. Nou, ik vind het er heel leuk uitzien zo. Het is echt gewoon super praktisch, maar het staat ook gewoon echt heel erg leuk. Ja. Nou, het volgende item is vrij random, maar het leek me gewoon zo ontzettend handig om te hebben. En dat is een lockbox. Nou, misschien ken je dat wel. Volgens mij hebben vaak ouderen dat aan de buitenkant van hun woning zitten. Maar ik heb dit ook een keertje meegemaakt toen ik een Airbnb had gehuurd. De eigenaar die had de sleutel in de lockbox verscholen, of eigenlijk gewoon gestopt. En die zat vast in een paal in de buurt en wij kregen de code. Dus hij hoefde zelf niet op te komen dagen naar die Airbnb. We konden gewoon de huissleutel eruit pakken. Dat vond ik toen heel erg handig. Dan heb ik hier het kluisje en er zit hier een gebruiksaanwijzing bij. Ik ga nu eventjes een code 1234 doen. Het dingetje weer terug naar die andere doen. Ik vind het een beetje spannend om hem dicht te doen, maar ik hoop dat het gewoon in één keer goed gaat. Ik ga het deurtje nu dicht doen. Dan doe ik een andere combinatie. En dan zit die dicht. Code 1, 2, 3. En dan gaat die open. Yes, nou dat is in ieder geval goed gegaan. En er zit hier dus ook nog dit dingetje bij. Dus dan kan je er een ketting aan bevestigen of iets dergelijks. En dan is het een hangslot. Super fijn. Eigenlijk is het een soort van mini kluisje. Ik vind hem heel handig om te hebben. En hij is gewoon super makkelijk in gebruik. Nou, zoals jullie weten heb ik een hele fluffy kat in dit huis rondlopen. En alles zit altijd onder de meubels, de kleding. Met wat? Met haar. Oh ja, met haar. Dus
Ik heb twee verschillende ontharingsborstels besteld. Dit is een wat grotere en dit werkt gewoon echt super goed. En dan heb ik ook nog deze. Dit is de mini variant. En die heeft dus hier ook dat spul zitten. En die heeft hier ook nog een heel klein dingetje. Waar gebruik je dat voor? Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien gewoon die kleine hoekjes waar je niet bij kan. Gewoon een plek hebt helemaal in zo'n dun hoekje. Dan kom je met deze er echt niet bij. Ja. Als je deze kant op aait, dan is het zeg maar glad. En als je deze kant op aait, dan is het wat stroever. Dan ga je tegen de haartjes in. En dat zorgt ervoor dat je haren van een stof of je kleding, een bank, dat je die op die manier eraf kunt pikken. Dus het is belangrijk dat als je deze gebruikt, dat je de goede kant op gaat. Dan doe je gewoon zo. En dan voel je dat het iets stroever gaat dan wanneer je zo doet. Tadaa! Hier zie je wat haartjes zitten. En als je dus dan klaar bent, dan kan je ze zo, of een beetje met een vochtige vinger of een vochtige doek, kan je ze zo eraf halen. Fluff! Ik heb gisteren mijn kleed gestofzuigd. Ik zweer het. Maar moest je kijken. Je ziet het al gebeuren. Ready? Oh, godverdamme. Oh my god. Zou het ook een deel zijn van het kleed zelf? Of denk je dat het echt... Ja, geen idee. Of moet je stofzuiger de deur uitgooien? Ik denk niet dat je zo'n hele goede stofzuiger hebt dan. Wij vonden het heel erg leuk om deze gadgets te testen. En we hopen dat jullie het ook heel erg leuk vonden om te zien hoe het allemaal werkt. Ik ben heel erg benieuwd of jullie al Wish kenden. Of jullie wel eens hier hebben besteld. En zo ja, laat het eventjes weten in de comments wat jij daar hebt besteld. Nou, alle linkjes naar alle producten, die vind je in de beschrijving van de video. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven en je natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien we heel snel weer terug in een nieuwe video. Doei! Doei.